Ik begin het college van vandaag met een verhaal over Ptolemeus. En Ptolemeus was een Griekse wijsgeer die zo'n 100 jaar voor Christus leefde. Hij is met name bekend om zijn geocentrisch model van het zonnestelsel. En een geocentrisch model plaatst de aarde in het middelpunt. Nu weten we vandaag dat dit model niet klopt. En toch heeft zijn model 1300 jaar dienst gedaan als belangrijkste model van ons zonnestelsel. Waarom is dat? Nou, de reden is dat zijn model onredelijk goede voorspellingen maakt over de plaats van de sterren in de nachtelijke hemel. Zulke goede voorspellingen dat je het zou kunnen gebruiken om een zeiltocht te plannen van Europa naar Amerika. De voorspellingen zijn niet goed genoeg om bijvoorbeeld een ruimteschip op de maan te laten landen, maar desalniettemin erg nuttig. Vandaag ga ik jullie een ander model leren dat, net zoals het model van Ptolemeus, ontzettend goede voorspellingen maakt gegeven hoe simpel het is. En dat model is regressie. Een docent zei ooit tegen mij: als je maar één statistische techniek goed leert begrijpen, leer dan regressie. Want je kunt het voor heel veel toepassingen gebruiken. Sterker nog, jullie gaan de komende weken ontdekken dat allerlei technieken die jullie al kennen, zoals de T-toets, ANOVA en ANCOVA, eigenlijk allemaal regressie zijn in een ander jasje. Dus laten we meer ontdekken over dit veelzijdige basismodel van de statistiek. Vandaag gaan we die lineaire regressie gebruiken om verbanden tussen continue variabelen te beschrijven. Denk eerst even terug aan vorige week. Toen hadden we het over categorische variabelen. En daarbij werd de associatie weergegeven door de chi-kwadraattoets voor nominale variabelen en gamma en tau voor ordinale variabelen. Nu gaan we het ook hebben over continue variabelen. En daar kan je de samenhang weergeven door middel van correlatie en regressie, de onderwerpen van vandaag. Eerst doen we even een gedachte-experiment. Stel je voor dat ik je vertel dat het gemiddelde tentamencijfer vorig jaar een 6,1 was. Welk cijfer zou jij dan kunnen verwachten om dit jaar te krijgen? Nou, op basis van deze informatie alleen zou je zeggen dat jij zelf ook ongeveer een 6,1 mag verwachten. Maar als ik je nou ook vertel dat het aantal studieuren sterk samenhangt met het tentamencijfer en je weet dat jij meer dan gemiddeld hebt gestudeerd, verandert je verwachting van het cijfer dan? Nou, als het goed is wel, want je hebt nu extra relevante informatie om een betere voorspelling te maken voor jouw verwachte cijfer. Dit voorbeeld laat zien dat het gemiddelde de beste voorspelling is als je verder geen informatie hebt over een variabele. We noemen het gemiddelde ook wel de verwachte waarde. En dat is dan inderdaad de waarde die jij zou mogen verwachten voor een willekeurige nieuwe observatie. Maar als je wel informatie hebt over andere variabelen die samenhangen met de uitkomst, dan kan je die informatie gebruiken om betere voorspellingen te doen. En dat is het idee achter de regressietechniek. Ik laat jullie de data zien in een scatterplot. En een scatterplot visualiseert de data voor twee variabelen. Laten we even oefenen met het interpreteren van een paar scatterplots. Hier linksboven zie je een scatterplot met op de x-as biologische seksen, man of vrouw. En waarschijnlijk zijn de vrouwen links gecodeerd als 1 en de mannen rechts gecodeerd als 2. En op de y-as zien we de schoenmaat. Wat je dan ziet is dat op die continue variabelen, daar is variatie. En op die dichotome variabelen op de x-as, daar zijn maar 2 absolute waarden. Op zich kan je deze plot nog redelijk goed gebruiken om te kijken of er een samenhang is tussen biologische seksen en schoenmaat. Want je ziet hier dat de vrouwen kleinere voeten hebben dan de mannen. Als we dan één plaatje naar rechts gaan, dan kijken we naar de samenhang tussen iemands woonsituatie en hoeveel uren per week ze gemiddeld slapen. Nou, we zien dat er 4 verschillende woonsituaties zijn, ook weer nominale categorieën zoals in het plaatje links. En op de y-as staat weer een continue variabele, aantal uren slaap. Hier is het echter niet mogelijk om samenhang te concluderen uit de scatterplot. Want de volgorde van die woonsituaties is willekeurig. We weten niet welke van de woonsituaties thuiswonend, uitwonend of iets anders zijn. En er is ook geen logische rangorde van die verschillende woonsituaties. Als we naar het plaatje linksonder kijken, daar zien we een duidelijke situatie dat op de x-as staat hoeveel uur iemand gemiddeld per week werkt en op de y-as staat hoeveel uur iemand gemiddeld per week studeert. Nou, deze plot heeft 2 continue variabelen en is dus perfect geschikt om samenhang weer te geven.
Maar we zien geen samenhang in de data. De data vormen wat we noemen een puntenwolk. Er is geen duidelijk patroon in herkenbaar. En als we dan rechtsonder kijken, dan zien we het verband tussen lichaamslengte op de x-as en schoenmaat op de y-as. Dit zijn ook beide continue variabelen, dus is de scatterplot heel geschikt. En we zien nu dat de data een soort denkbeeldige schuine lijn omhoog volgen. En dat duidt op correlatie of samenhang in de data. Nu terug naar ons voorbeeld over studieuren en cijfer. Als er geen verband zou zijn, herinner je misschien dat we voor iedereen de gemiddelde waarde zouden voorspellen, van 6,1. En dat is hier weergegeven met de gestippelde lijn. Maar het kan zijn dat er in werkelijkheid een verband is tussen het aantal studieuren en het behaalde cijfer. Dat zie je hier doordat de data ook weer een denkbeeldige schuine lijn omhoog volgen. Dat duidt op een correlatie tussen die twee variabelen. We kunnen ook zien dat de voorspelling van 6,1 op basis van enkel het gemiddelde voor elke student in de klas een beetje naast de werkelijke behaalde waarde zit. Dus voor de studenten linksonder in de plot zat die voorspelling erboven. Zij hebben in feite lagere cijfers gehaald. En voor de studenten rechts zat die eronder. Zij hebben in werkelijkheid hogere cijfers gehaald. Het gemiddelde van deze afwijkingen trouwens, even terzijde, dat is de standaardafwijking van de variabelen. Dus als je al deze afwijkingen zou kwadrateren, bij elkaar optellen en delen door het aantal proefpersonen min 1, dan krijg je de variantie. En als je daar de wortel van trekt, dan heb je de standaardafwijking. Maar ook hier lijkt het alsof die punten in feite een schuine lijn omhoog volgen, in plaats van dat ze rondom de rechte lijn van het gemiddelde verdeeld zijn. En dat kan dus duiden op correlatie. Als we die schuine lijn zouden tekenen en dan wederom de afstanden van de individuele cijfers ten opzichte van die lijn zouden tekenen, dan wordt gelijk duidelijk dat die afstanden een stuk kleiner zijn dan ten opzichte van de rechte lijn van het gemiddelde. De voorspellingen aan de hand van die schuine lijn, die zijn dus beduidend beter dan ten opzichte van de horizontale lijn van het gemiddelde. En we kunnen die schuine lijn ook gebruiken om een verwacht cijfer op te zoeken dat hoort bij een bepaald aantal studieuren. Bijvoorbeeld als jij weet dat je gemiddeld 5 uur per week hebt gestudeerd, dan kan je omhoog gaan vanaf die 5 en dan naar links gaan en dan zie je dat jij een cijfer zou mogen verwachten van ongeveer 6,8. En die voorspelling is een stuk nauwkeuriger dan als je voor iedereen 6,1 voorspelt. Je kunt deze schuine lijn beschrijven met een formule. En hiervoor kun je terugdenken naar de middelbare school waar je hebt geleerd dat een schuine lijn beschreven wordt door de formule y is a plus b keer x. En daarbij is a zogenaamd de intercept, dat is het punt waarbij de schuine lijn de y-as doorsnijdt, dus wanneer x gelijk is aan 0. En b is het hellingsgetal en dat betekent als je één stapje hoog gaat op x, dan ga je b stapjes omhoog op y. In deze formule zien we twee coëfficiënten. Coëfficiënt a is de intercept, waarbij de lijn dus de y-as kruist. En dat is ook gelijk de voorspelde waarde wanneer x gelijk is aan 0. En coëfficiënt b is het hellingsgetal. In het Engels heet dat de slope. En dat geeft aan hoe steil de lijn is. Dit is dus hoeveel y toeneemt als x één stapje omhoog gaat. We zien ook dat die voorspelling nooit voor iedere persoon perfect is. Er is namelijk een voorspellingsfout. In het Engels heet dat de prediction error. En voor elke individuele student I sub I is een voorspellingsfout het verschil tussen de geobserveerde waarde I sub I min de voorspelde waarde I met een hoedje op sub I. Op deze I staat een hoedje. En dat hoedje, dat betekent in de statistiek de voorspelde waarde van. Dus dit is de voorspelde waarde van de individuele score op I. Als we de coëfficiënten voor deze lijn berekenen, dan kunnen we de formule invullen. En we krijgen dan te zien dat de functie voor de lijn tussen studieuren en cijfer gelijk is aan de voorspelde waarde van I sub I is gelijk aan een intercept van 2,9. Dat is het cijfer dat we verwachten voor iemand die 0 uur studeert. Plus 0,8 keer de individuele waarde van x. Dus voor elk extra uur dat je studeert, krijg je er 0,8 punt bovenop voor je verwachte cijfer. Als we dan kijken naar student nummer 71 in deze dataset, dan zien we dat die student 4 uur studeerde. Dus het voorspelde cijfer van die student is
2,9 plus 0,8 keer 4 is 6,1. Maar in werkelijkheid kreeg deze student een veel hoger cijfer. Die kreeg namelijk een 8,8. Dus de voorspellingsfout is gelijk aan het verschil tussen die geobserveerde 8,8 en de voorspelde 6,1. Dus in dit geval was de voorspelling 2,7 punten te laag. Als we het hebben over die regressie, dan kunnen we de lijn beschrijven met I is a plus bx. Maar als we de hele data willen beschrijven, dan moeten we die voorspellingsfout ook opnemen in de formule. We kunnen de formule dus uitbreiden door de voorspellingsfout erbij te schrijven. En dan krijgen we I sub i, de individuele observaties op variabele i, zijn gelijk aan een intercept a plus een hellingsgetal b keer de individuele waarde op variabele x plus individuele voorspellingsfouten epsilon sub i. En epsilon sub i geeft dus de voorspellingsfout voor elk individu. Hier is een tabel waarin je kunt opzoeken wat al die verschillende symbolen nou betekenen. I sub i is dus de score op i voor individu i. A is een parameter, dat is de intercept van de regressielijn. B is een parameter, namelijk het hellingsgetal. X sub i is de score op de voorspellende variabele x voor individu i. En epsilon sub i is de voorspellingsfout voor individu i. Als we deze formule dus vertalen naar gewone spreektaal, dan staat hier de individuele waarde van i zijn gelijk aan de intercept plus het hellingsgetal keer de individuele waarde van x plus de individuele prediction error. Je zal in je boek en in andere artikelen vaak zien dat er ook wel synoniemen gebruikt worden voor deze symbolen. Dus het is belangrijk dat je de vorm van een regressieformule herkent, maar dat je ook weet dat er soms verschillende termen gebruikt worden om die parameters aan te duiden. Bijvoorbeeld in plaats van i sub i wordt wel eens dependent variable of dv gezegd, wordt ook wel eens gezegd de expected value of i. En voor de intercept a wordt ook vaak b0 gebruikt of beta 0. En voor het hellingsgetal b wordt vaak b1 of beta 1 gebruikt. Voor xi wordt vaak ook independent variable gebruikt of iv. En voor de epsilon sub i wordt ook wel eens e sub i gebruikt. Hoe verhouden die geobserveerde en voorspelde waarden zich tegenover elkaar? Nou, we zien hier dat je dus met die regressievergelijking elk datapunt perfect beschrijft. En daarbij kan je ook zeggen dat de individuele waarden van i gelijk zijn aan de voorspelde waarde plus de individuele prediction error, dus de voorspellingsfout. En de voorspelde waarde is de waarde die precies op de regressielijn ligt. En de voorspellingsfout is het verschil tussen de geobserveerde score en die regressielijn. Dus de volledige regressieformule, i sub i is a plus b keer x sub i plus epsilon sub i, die kun je in twee delen uit elkaar halen. De voorspelde waarde, dat is de waarde die je krijgt door de regressielijn te volgen, plus epsilon sub i, en dat is de voorspellingsfout. In het voorbeeld over studieuren en cijfers gaf ik aan dat je een betere voorspelling kan maken door die informatie over het aantal studieuren mee te nemen in je berekening. Maar hoeveel beter is die voorspelling nou? Om te kijken hoeveel beter een voorspelling is, moeten we gaan werken met kwadratensommen. En in het Engels heet dat sums of squares. Eerst wil je de vraag beantwoorden, hoeveel voorspellingsfout, hoeveel error, is er in totaal voor alle proefpersonen? En mijn vraag aan jullie is daarom, kunnen we gewoon de voorspellingsfouten voor alle 92 proefpersonen bij elkaar optellen in een som? Nou, als je daar goed over nadenkt, dan bedenk je misschien dat dat niet mogelijk is. En de reden is omdat de regressielijn precies in het midden ligt van de geobserveerde waarde. Dus het gemiddelde van alle voorspellingsfouten is altijd nul. Want de totale voorspellingsfout over alle proefpersonen die boven de lijn liggen is precies even groot als de totale voorspellingsfout van alle proefpersonen die onder de regressielijn liggen. Alleen zijn die eerste voorspellingsfouten allemaal positief en die tweede allemaal negatief. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan kom je altijd uit op nul. Je ziet het hier uitgerekend voor het voorbeeld in het plaatje. De som van de positieve voorspellingsfouten was plus 36,25 en de som van de negatieve voorspellingsfouten min 36,25. Daarom kwadrateren we de voorspellingsfouten. Door te kwadrateren krijg je altijd een positief getal, want min keer min is plus.
En als we al die gekwadrateerde voorspellingsfouten bij elkaar optellen, dan krijg je de som van gekwadrateerde voorspellingsfouten. En in het Engels heet dat sum of squared errors of SSE. Nou, die formule die ziet er zo uit. Sigma, dat is een som voor alle individuele geobserveerde waarden I sub I min de individuele voorspelde waarde I met een hoedje op sub I in het kwadraat. En als we dat allemaal bij elkaar optellen, dan komen we uit op 84.18. Dit noem je een kwadratensom, een sum of squares. En er zijn verschillende soorten kwadratensommen, maar je herkent ze omdat de formule er altijd een beetje zo uitziet. De som sigma van het verschil tussen twee dingen in het kwadraat. Dus sigma van iets min iets anders in het kwadraat. Als je kijkt naar hoe statistieksoftware de coëfficiënten van een regressielijn berekent, dan gebruikt het daarvoor een formule die per definitie de lijn geeft met de kleinst mogelijke voorspellingsfouten. Die methode heet de Ordinary Least Squares methode en squares staat daarbij voor Squared Prediction Errors. Om te weten hoe goed onze regressielijn nou is, dus hoeveel beter zijn onze voorspellingen door die regressielijn te gebruiken, daarvoor moeten we de sum of squared errors gaan vergelijken met de kwadratensom die we zouden krijgen als er geen verband was tussen de voorspeller en de afhankelijke variabelen. Welke waarde zouden we ook alweer voor iedereen voorspellen als er geen verband was tussen uren en cijfer? De gemiddelde waarde. We zouden dus voor iedereen de gemiddelde waarde van cijfer voorspellen, I met een dakje op. De som van de gekwadrateerde afstanden van het gemiddelde ten opzichte van de individuele observaties, die noemen we de total sum of squares. En dat is hier het verschil tussen de individuele geobserveerde waarde min de gemiddelde waarde I met een dakje erop, sub I, in het kwadraat. En die kwadratensom is 255,82 voor de data in dit voorbeeld. De verbetering die de regressielijn aanbrengt vergeleken met het gemiddelde, dat noemen we de regression sum of squares. Dit is dus het verschil voor elk individu tussen de regressielijn en het gemiddelde. Dit kun je ook berekenen door die total sum of squares te nemen, dus hoeveel variantie was er rondom het gemiddelde, en daarvan de error sum of squares af te trekken, dus hoeveel variantie was er rondom de regressielijn. En door die twee van elkaar af te trekken krijg je de regression sum of squares. Dus hoeveel is de sum of squares afgenomen door een regressielijn te gebruiken in plaats van de horizontale lijn van het gemiddelde? In dit voorbeeld hadden we berekend dat de total sum of squares ongeveer 255 was. De error sum of squares was ongeveer 84. En als we die twee van elkaar aftrekken, dan krijgen we de regression sum of squares van 171. En dat geeft dus aan hoeveel de total sum of squares is afgenomen door de regressielijn te gaan gebruiken. Hier heb ik ook een kleine applicatie voor gemaakt waar jullie zelf mee kunnen experimenteren om te kijken hoe dit werkt. Oké, in deze app zien we dezelfde data, maar dan dynamisch. We zien nu hier in het plaatje het verband tussen het aantal studieuren en het behaalde cijfer. En we zien een lijn in het midden die het gemiddelde van de variabele cijfer weergeeft. We zien ook dat alle observaties een beetje van die lijn afliggen en de afstand ten opzichte van de lijn is aangegeven met blauwe staafjes. Als we al die blauwe staafjes zouden kwadrateren en bij elkaar optellen, dan krijgen we de som van gekwadrateerde afstanden ten opzichte van het gemiddelde cijfer, namelijk ongeveer 255. Dat is de totale kwadratensom, de total sum of squares. Nu gaan we kijken naar de zogenaamde error sum of squares. De error sum of squares is de som van de gekwadrateerde afstanden van elke observatie ten opzichte van de schuine regressielijn. En de regressielijn is dus per definitie de lijn die de error sum of squares minimaliseert. Dus het is niet mogelijk om een lijn te bedenken die een nog kleinere sum of squared distances zal hebben. De sum of squared errors is 84 en we zullen zien dat als we een andere regressielijn gaan trekken, dat die sum of squares altijd groter wordt. Dus bijvoorbeeld als we de intercept verplaatsen naar beneden, dan wordt de kwadratensom groter. Als we de intercept verplaatsen naar boven, dan wordt die kwadratensom groter. En ook als we het hellingsgetal gaan aanpassen, dan wordt de kwadratensom altijd groter
dan die 84. Kortom, de ordinary least squares lijn, dat is de regressielijn die de kleinst mogelijke kwadratensom heeft. Tot slot wil ik jullie de regression sum of squares laten zien. Als je eerst de total sum of squares hebt, dat zijn de afstanden rondom deze lijn voor het gemiddelde, en dan de regression sum of squares, dat is de afstand van alle observaties ten opzichte van deze regressielijn, dan is het verschil tussen de kwadratensom rondom het gemiddelde en de regressielijn, dat verschil is de regression sum of squares. En dat is hier aangegeven met groene staafjes. Dus deze groene staafjes vormen samen de verbetering in de voorspellingen die is opgetreden door deze schuine regressielijn te gebruiken in plaats van de horizontale lijn van het gemiddelde. Ik geef nog één keer een overzicht van de verschillende kwadratensommen die je tegen gaat komen bij regressie, met hun verschillende namen en hoe je ze berekent. En het is heel belangrijk om te beseffen dat er drie kwadratensommen zijn bij regressie. De sum of squared errors, de total sum of squares en de sum of squared for the regression. En als je twee van die kwadratensommen hebt, dan kan je daarmee de derde berekenen. De sum of squared errors is de som van de verschillen tussen de individuele observaties en de verwachte observaties, ei met een hoedje op. En die kun je berekenen door van de total sum of squares de sum of squared regression af te trekken. De total sum of squares is de som van de verschillen tussen alle individuele observaties en het gemiddelde, ei met een dakje erop. En die kun je berekenen door de sum of squared for the regression op te tellen bij de sum of squared errors. En de sum of squares for the regression, dat is het verschil tussen de voorspelde waarde, ei met een hoedje op, sub i, en de waarde van het gemiddelde, ei met een dakje. En die kun je ook krijgen door van de total sum of squares de sum of squared errors af te trekken. We gaan die kwadratensommen gebruiken om een mate van de verklaarde variantie te geven. Ik heb daarnet uitgelegd dat de regression sum of squares aangeeft hoeveel de voorspelling verbetert door de regressie te gebruiken vergeleken met het gemiddelde. Maar het probleem is dat die kwadratensom moeilijk te interpreteren is. Je kan ze niet vergelijken van één dataset naar de andere, omdat de grootte van zo'n kwadratensom afhangt van bijvoorbeeld het aantal proefpersonen, maar ook van de meetschaal van je variabelen. En dat maakt het dus onvergelijkbaar. Maar er is een oplossing. We kunnen die kwadratensommen standaardiseren. We kunnen bijvoorbeeld kijken welk deel van de totale kwadratensom, de total sum of squares, verklaard wordt door de regressielijn, de regression sum of squares. We kunnen dan een breuk uitrekenen met in de teller de regression sum of squares en in de noemer de total sum of squares. En dat is een manier om die regression sum of squares te standaardiseren. De regression sum of squares kun je ook berekenen uit total sum of squares min de sum of squared errors. Dus die twee formules links en in het midden, die zijn gelijk. De breuk die daaruit komt, die noemen we R-kwadraat. En R-kwadraat is de proportie van de totale variantie die verklaard is door je regressielijn. Omdat die proportie van 0 tot 1 loopt, is die makkelijk te interpreteren en vergelijkbaar tussen verschillende datasets. We kunnen voor het voorbeeld van cijfers en studieuren uitrekenen welk deel van de totale spreiding verklaard wordt door de waarde op de voorspeller, studieuren. In dit geval delen we dan die 171 van de regression sum of squares door de 255 van de total sum of squares. En dan zien we dat 67% van de totale spreiding in de cijfers verklaard wordt door het aantal studieuren. Jullie hebben nu leren rekenen met regressie, maar in de statistiek willen we ook vaak toetsen om te kijken of iets significant is. We kunnen bijvoorbeeld de vraag stellen of de hele regressie significant is. Dat betekent dat we gaan kijken of we significant meer variantie verklaren door de regressielijn te gebruiken dan door het gemiddelde te gebruiken. En hiervoor gaan we een toets uitvoeren op die R-kwadraat. De nulhypothese is dan dat de regressie 0% van de totale variantie verklaart, dus dat je R-kwadraat gelijk is aan 0. En de alternatieve hypothese is dat je R-kwadraat groter is dan 0. Het is hierbij belangrijk om op te merken dat die R-kwadraat alleen maar positief kan zijn. Het is niet mogelijk om negatieve variantie te verklaren.
Daarom hebben we een kansverdeling nodig die ook alleen maar positief kan zijn. Net zoals vorige week met de Gie-kwadraat. In dit geval gebruiken we echter geen Gie-kwadraat. We gebruiken de F-verdeling. En de F-verdeling heeft ook zo'n scheve vorm. Hij begint bij de 0 en de waarden worden alleen maar groter vanaf daar. Dus als we willen gaan kijken of iets significant is, dan kijken we altijd naar 5% in de rechterstaart. Je gebruikt een F-toets eigenlijk altijd als je de verhouding van twee bronnen van variantie wilt toetsen. En in dit geval kijken we naar de verhouding tussen de verklaarde variantie, de variantie van de regression, in verhouding tot de onverklaarde variantie, de error variance. We krijgen de regression variance door de sum of squares for the regression te delen door het aantal vrijheidsgraden van de regressie. En dat is het aantal parameters min 1. En we krijgen de error variantie door de sum of squares voor de error te delen door het aantal proefpersonen min het aantal parameters in de regressie. En dat is ook gelijk het aantal vrijheidsgraden van de error variantie. In deze formule is p dus het aantal parameters van de regressievergelijking. We hebben er nu 2, de intercept en het hellingsgetal. En n is het aantal proefpersonen. We hebben dus 2 vrijheidsgraden, eentje voor de regressie en eentje voor de error. Voor de regressie is het aantal vrijheidsgraden het aantal parameters min 1, dus die 2 parameters min 1. En voor de error-variantie is het aantal vrijheidsgraden gelijk aan het aantal proefpersonen min het aantal parameters. Beide varianties kunnen enkel positief zijn, dus de totale breuk van de ene variantie gedeeld door de ander kan ook alleen maar positief zijn. En daarom is het logisch dat we gaan toetsen in die F-verdeling die alleen maar positieve waarden kent. Als we nou een artikel schrijven, dan kunnen we dit als volgt rapporteren. We zouden dan schrijven, het regressiemodel was significant, comma, met een R-kwadraat van 0,67 en een F-toets met tussen haakjes beide vrijheidsgraden, 1,90. Is gelijk aan, en dan de toetsingsgrootheid, in dit geval was de toetsingsgrootheid 183,5, en de bijbehorende p-waarde, en de p-waarde hier was kleiner dan 0,01. Dit wil zeggen dat het aantal studieuren 67% van de variantie in tentamencijfers verklaarde. We kunnen dus toetsen of het hele regressiemodel significant variantie verklaart, zoals we daarnet hebben gedaan. Maar je kunt ook specifiek toetsen of de coëfficiënten a en b significant verschillen van 0. Denk even goed na. Kunnen de intercept en het hellingsgetal zowel positieve als negatieve waarden aannemen? Ja, dat is zeker mogelijk. In tegenstelling tot de verklaarde variantie kunnen de intercept en het hellingsgetal prima positieve of negatieve waarden aannemen. Een negatief hellingsgetal betekent bijvoorbeeld dat het verband ook negatief is tussen twee variabelen. Omdat die coëfficiënten zowel positieve als negatieve waarden kunnen aannemen, gebruiken we de oude bekende T-verdeling om ze te toetsen. De nulhypothese is daarbij meestal dat die coëfficiënt gelijk is aan 0 en de alternatieve hypothese is tweezijdig. De coëfficiënt is niet gelijk aan 0, maar hij kan zowel negatief als positief zijn. We kunnen de toetsingsgrootheid t dan berekenen door de coëfficiënt te delen door de standaard error van die coëfficiënt, zoals hier aangegeven staat. En die standaard error die hoef je niet met de hand uit te rekenen, maar die geeft SPSS-je. Hier hoort ook een aantal vrijheidsgraden bij. En het aantal vrijheidsgraden is het aantal proefpersonen min het aantal parameters, k. Als we dit rapporteren in een artikel, dan zeggen we bijvoorbeeld het effect van studieuren op tentamencijfer was significant met een hellingsgetal van 0,78, een t-toets met 90 vrijheidsgraden en de toetsingsgrootheid was 13,55 en er hoort een p-waarde bij die kleiner is dan 0,001. Dit wil dus zeggen dat voor ieder extra uur studeren het tentamencijfer gemiddeld genomen met 0,78 toeneemt. Net als elke andere toets heeft regressie ook bepaalde assumpties of aannames. Een van die aannames is dat de voorspellingsfouten een normale verdeling volgen met een gemiddelde van 0. Met andere woorden, de epsilon sub i volgt een normale verdeling met een gemiddelde van 0 en een standaardafwijking sigma.
Nou, je kunt bijvoorbeeld in SPSS een plot krijgen van de voorspellingsfouten. Ik heb er hier eentje gemaakt. En dan is de vraag, is dit een normale verdeling? Het is moeilijk te zeggen op basis van een visuele inspectie. Je zou kunnen zeggen dat ze misschien wat linksscheef verdeeld is. Je kunt ook toetsen of die residuelen normaal verdeeld zijn, bijvoorbeeld met de Kolmogorov-Smirnov-test. Een tweede aanname van regressie is dat die voorspellingsfouten gelijk verdeeld zijn voor alle waarden van de voorspeller. Dus als je hier naar het linkerplaatje kijkt bijvoorbeeld, dan zie je dat de voorspellingsfouten ongeveer gelijk verdeeld zijn, zowel voor de lage waarde van het aantal studieuren als voor hoge waarde van het aantal studieuren. Ik zeg zelf altijd, de geobserveerde waarden liggen in een soort van worstvorm om de regressie heen. Als de individuele waarden inderdaad in zo'n soort worstvorm om de regressielijn heen liggen, dan is er sprake van homoscedasticiteit. En daarbij betekent homo gelijk en scedasticiteit betekent verdeling, dus gelijke verdeling. Als we in het rechterplaatje kijken, dan zien we dat het geen worstvorm is, maar een soort trechtervorm. We zien dat voor een laag aantal studieuren de voorspellingsfout heel klein is, maar naarmate we hoger komen op het aantal studieuren, spreidt de voorspellingsfout helemaal uit en wordt steeds groter. Hier is geen sprake van homoscedasticiteit, maar van heteroscedasticiteit. Verschillen in spreiding voor verschillende waarden van het aantal studieuren. De aanname is dus dat jouw situatie voldoet aan het linkerplaatje. En dat kan je bijvoorbeeld onderzoeken met een scatterplot. Of je maakt een scatterplot van de residuele ten opzichte van de waarde op de x-as. Het laatste onderwerp dat ik wil behandelen is de correlatie. De correlatie is een mate van samenhang die ons vertelt hoe sterk het lineaire verband tussen twee continue variabelen is. Die coëfficiënt is makkelijk te interpreteren, want hij loopt van min 1 naar plus 1, net als de gamma en de tau die jullie vorige week leerden. Daarbij betekent een correlatie van min 1 dat er sprake is van perfecte negatieve samenhang. Een correlatie van 0 betekent dat er geen verband is. En een correlatie van 1 betekent dat er sprake is van perfecte positieve samenhang. Voor de correlatie geldt dat twee factoren bepalen hoe sterk die is. De correlatie wordt namelijk sterker naarmate de punten dichter bij de lijn liggen en naarmate die lijn steiler omhoog of naar beneden loopt. Ik heb ook een appje geprogrammeerd die dit demonstreert. Deze app laat zien welke factoren de grootte van de correlatiecoëfficiënt beïnvloeden. We zien hier een puntenwolk die om een schuine lijn heen gepakt is. Je herkent ook gelijk die worstvorm die aangeeft dat er sprake is van homoscedasticiteit. De correlatiecoëfficiënt hier is 0,71. Dat is een matige tot sterke correlatie. Ik heb eerder verteld dat de correlatie beïnvloed wordt zowel door het hellingsgetal van de regressie als door de standaarddeviatie van de overgebleven residual errors, de residuelen uit de regressie. Dus als ik hier het hellingsgetal ga aanpassen, dan zien we dat een steilere regressielijn ook leidt tot een grotere correlatiecoëfficiënt. En als ik hem nog wat groter maak, dan wordt die correlatiecoëfficiënt nog groter. Wat we ook zien is dat als ik de errorstandaardafwijking groter maak, dus de standaardafwijking van de residuelen, dat de correlatiecoëfficiënt dan kleiner wordt. En hoe groter ik die errorstandaardafwijking maak, hoe kleiner de correlatiecoëfficiënt wordt. Totdat de errorstandaardafwijking zo groot is dat er in feite alleen nog maar een puntenwolk te zien is zonder enig verband. In deze app kan die niet groter worden dan 5, maar als ik dan het hellingsgetal naar beneden breng, dan zie je dat dit de situatie is waarin de overgebleven correlatie eigenlijk gelijk is aan 0. En nu zien we een puntenwolk waarin de regressielijn helemaal horizontaal loopt. Er is geen sprake meer van een verband. Ook een negatief hellingsgetal leidt tot een correlatiecoëfficiënt. In dit geval is er sprake van negatieve samenhang. En hoe sterker het hellingsgetal is, hoe groter de correlatie. En hoe kleiner de residuele standaardafwijking, hoe groter de correlatie. Als de residuele standaardafwijking 0 zou zijn, dan is er sprake van perfecte correlatie, in dit geval perfecte negatieve correlatie. Maar pas op, bij zowel regressie als correlatie is de aanname dat je data daadwerkelijk een lineair verband volgen.
Met andere woorden, de situatie moet er zo uitzien als in het plaatje linksboven. Homoscedastisch en alle punten volgen een lineaire lijn die schuin omhoog of naar beneden loopt. Anscombe heeft deze vier situaties gemaakt en in alle vier situaties wordt een correlatie weergegeven van 0,7. En hij deed dit om aan te geven hoe belangrijk het is dat je kijkt of het verband in jouw data echt wel lineair is. Linksboven zie je dus een situatie waarin de correlatie de geschikte mate van samenhang is. Maar rechtsboven zien we bijvoorbeeld dat er geen sprake is van een lineair verband. De punten lijken precies op een lijn te liggen die niet recht, maar krom loopt. Met andere woorden, er is hier sprake van een kwadratisch verband. Een perfect kwadratisch verband. Als we dat ten onrechte met een lineaire samenhangsmaat bekijken, zoals correlatie of regressie, dan trek je de verkeerde conclusie dat de samenhang 0,7 is. Linksonder zien we nog een voorbeeld waarin regressie en correlatie de verkeerde gereedschappen zijn. We zien hier dat de meeste data perfect op een schuine lijn liggen, maar dat er één proefpersoon een uitbijter is. En die proefpersoon trekt als het ware de hele lijn van zijn as af. Als die ene proefpersoon er niet bij zou zijn, dan zouden we ook hier een perfecte correlatie observeren. Maar door die ene persoon neemt het af tot 0,7. In het voorbeeld rechtsonder is er een ander probleem. We zien eigenlijk dat bijna iedereen dezelfde waarde op de x-as heeft, behalve één uitbijter. En door die uitbijter lijkt het alsof er een correlatie is van 0,7. Maar eigenlijk is de variabele op de x-as niet variabel, maar constant. Bijna iedereen heeft dezelfde waarde. En daarom is het niet geschikt om hier te spreken van een correlatie. Dus met andere woorden, let op, want net als regressie werkt correlatie alleen maar voor lineaire, en dat wil zeggen rechtlijnige, verbanden. Hier is een voorbeeld dat ik op het internet vond voor een non-lineair verband in echte data. Er is hier duidelijk sprake van samenhang, maar een lineaire correlatie gaat niet werken. Je ziet bijvoorbeeld dat de levensverwachting van vrouwen toeneemt naarmate er meer artsen per miljoen van de bevolking zijn, maar er is een bovengrens aan de levensverwachting. Wat logisch is, want mensen kunnen wel vroegtijdig overlijden, maar de menselijke levensloop kan niet eindeloos verlengd worden door meer artsen beschikbaar te maken. Ik doe dit niet zo vaak, maar ik maak voor één keer een uitzondering. Ik ga een rekenvoorbeeld geven. En dit rekenvoorbeeld doet je misschien denken aan je eerste statistiekvak ooit. Want toen heb je ook geleerd om het gemiddelde en de standaardafwijking te berekenen. Vandaag gaan we nog eens naar dat voorbeeld kijken, maar dan gaan we het uitbreiden met de correlatie en de regressie. Ik heb hier twee variabelen, x sub i en y sub i. En hier staan in twee kolommen de waarden van 6 proefpersonen op die twee variabelen. De eerste stap in het berekenen van een correlatie is om het gemiddelde van die twee variabelen te krijgen. En we krijgen het gemiddelde van x door een sommetje te maken van alle individuele waarden van x en dat te delen door het aantal proefpersonen. Dan komen we uit op 4. Op dezelfde manier berekenen we het gemiddelde van y. In de tweede stap gaan we voor beide variabelen de afwijkingen van de individuele waarden ten opzichte van het gemiddelde uitrekenen. Dus we hebben hier twee nieuwe kolommen. De individuele waarde van x, x sub i, min de gemiddelde waarde van x, x met een dakje erop, en hetzelfde voor y. We zien dan bijvoorbeeld dat de eerste proefpersoon op de variabele x de waarde 1 had. En als we daar het gemiddelde van 4 van aftrekken, dan krijgen we een verschil van min 3. En dit kunnen we voor alle proefpersonen doen, voor zowel de x-variabele als voor de y-variabele. Vervolgens willen we die afwijkingen kwadrateren. Want als je die afwijkingen uit kolom 3 en 4 bij elkaar optelt, dan kom je altijd uit op 0. Want de helft van die afwijkingen ligt onder het gemiddelde en de andere helft ligt boven het gemiddelde. Daarom kwadrateren we die afwijkingen eerst. Dus als we naar die eerste proefpersoon kijken, die had een waarde van min 3. En als we dat kwadrateren, dan krijgen we 9. Dus we krijgen nu twee extra kolommen met de gekwadrateerde afwijkingen van de individuele waarden op beide variabelen ten opzichte van het gemiddelde. Dus dat zijn de kolommen met die waarden 9, 4, 0, 1, 1 en 9. En voor variabele y 25, 9, 4, 9, etc.
We kunnen deze gekwadrateerde afwijkingen gebruiken om verschillende spreidingsmaten uit te rekenen. En dat heb je in het verleden ook al eens gedaan. Je berekent daarvoor een sum of squares, nou, daar hebben we vandaag al vaker mee gewerkt. In dit geval de sum of squared deviations of individual observations x sub i minus the expected value of x, x met een dakje erop. En dan kunnen we dus alle waarden uit de vijfde en de zesde kolom bij elkaar optellen. We kunnen de volgende spreidingsmaten uitrekenen. De kwadratensom, de sum of squares, nou, die is moeilijk te interpreteren. Dus wat we ook kunnen doen is die kwadratensom delen door het aantal proefpersonen min 1. Dat geeft ons de variantie. En de variantie kan je interpreteren als de gemiddelde gekwadrateerde afwijking ten opzichte van het gemiddelde. En om de interpretatie nog makkelijker te maken, trekken we de wortel van de variantie. En dat geeft ons de standaardafwijking SD of S. En die standaardafwijking die kan je interpreteren als de gemiddelde afwijking ten opzichte van het gemiddelde. Maar, nu komt er iets nieuws. We hebben net in kolom 5 en 6 de variantie uitgerekend. Maar met dezelfde informatie in dit rekenvoorbeeld kunnen we ook de covariantie uitrekenen. En de covariantie is een ruwe spreidingsmaat die nog niet gestandaardiseerd is. In plaats van, zoals we in kolom 5 en 6 deden, de afwijkingen te kwadrateren, waarmee we dus de negatieve waarden verwijderen, in plaats daarvan vermenigvuldigen we de ruwe afwijkingen met elkaar. Dus als we kijken naar persoon 1, die had een afwijking op variabele x van 3 punten onder het gemiddelde, en hij had een afwijking op variabele y van 5 punten onder het gemiddelde. In beide gevallen een negatieve afwijking. Als we die twee met elkaar vermenigvuldigen, min 3 keer min 5, dan krijgen we plus 15. En dit kunnen we voor elk persoon doen. Dus we vermenigvuldigen hun afwijkingen op de x-variabelen met de afwijkingen op hun y-variabelen. En wat gaat er nou gebeuren? Als negatieve afwijkingen op x vaak samengaan met negatieve afwijkingen op y, en positieve waarden op x ook vaak samengaan met positieve waarden op y, dan krijgen we heel veel positieve waarden te zien in deze laatste kolom. Terwijl als negatieve waarden vaak samengaan met positieve waarden op y en andersom, dan krijgen we veel negatieve waarden te zien in deze kolom. Met andere woorden, we krijgen een kolom met heel veel positieve waarden als er sprake is van een positief verband. En er komen vooral negatieve waarden in deze kolom als er sprake is van een negatief verband. We zijn dus bezig met het uitrekenen van een maat van samenhang. En nu komt de laatste stap. Als we een som maken van die afwijkingen op x vermenigvuldigd met die afwijkingen op y, dan krijgen we wat je noemt de covariantie. En de covariantie is een hele ruwe maat van de samenhang tussen twee variabelen. Gewoon berekend door de afwijkingen van x te vermenigvuldigen met de afwijkingen van y. En we kunnen die covariantie op twee manieren standaardiseren. We kunnen hem delen door de wortel van de variantie van x keer de variantie van y. En het resultaat daarvan noemen we de correlatiecoëfficiënt R. Maar we kunnen hem ook delen door de variantie van één van beide variabelen. En dat geeft ons het hellingsgetal van de regressiecoëfficiënt voor de andere variabelen. Wat deze slide laat zien is dus dat de correlatiecoëfficiënt R en de regressiecoëfficiënt B beide verschillende manieren zijn om dezelfde covariantie te standaardiseren. Ze hangen dus heel nauw met elkaar samen. En dat is de reden dat we vandaag begonnen met regressie. Ik heb jullie namelijk al uitgelegd dat je in regressie de verklaarde variantie hebt en dat heet de R-kwadraat. En nu net heb ik jullie uitgelegd dat er een correlatiecoëfficiënt is en die heet R. Zou je verrast zijn als ik je vertel dat die verklaarde variantie niets anders is dan de gekwadrateerde correlatiecoëfficiënt? En dat laat maar weer zien dat correlatie en regressie niets anders zijn dan twee manieren om de samenhang of covariantie tussen twee variabelen te beschrijven. Ik vertel je wel alvast dat dit iets complexer wordt wanneer er meer dan twee variabelen in het spel zijn. En daar gaan we de komende weken naar kijken. Jullie hebben vandaag geleerd dat regressie een van de belangrijkste bouwstenen in de statistiek is. Een veelzijdig model dat je voor allerlei toepassingen kan gebruiken.
Volgende week gaan we hierop verder bouwen, door het uit te breiden met meerdere voorspellers. En later gaan we ook nog eens kijken naar regressie met non-lineaire effecten, zoals bijvoorbeeld wat je nodig hebt om het verband tussen aantal artsen en levensverwachting te beschrijven. En we gaan ook kijken naar interacties tussen predictoren, als het effect van de ene afhangt van de waarde van de ander. Veel succes bij de sample sessions en tot volgende week.